Nou, als je op de Design Academy in Eindhoven hebt gezeten en je komt uit de buurt en je bent bezig met design, ja, dan is het eigenlijk in mijn ogen een beetje voorbestemd dat je, als je daar wil wonen, dat je daar ook kan wonen. Ja, gewoon het hele sfeertje, het industriële, minimalistische, ja, dat spreekt mij gewoon enorm aan. We werken voor grote retailketens en wat we eigenlijk doen is de verlichting. Dus waar bestaande armaturen zeg maar niet meer toereikend zijn voor de vraag van de klant, vullen wij dat in met maatwerk. En dan beginnen we eigenlijk, dat doen we eigenlijk van het concept tot de complete uitwerking. Dus van het idee tot het eindproduct. Ja, als je aan design denkt, is Eindhoven toch wel designstad nummer 1 in Nederland sowieso. En wereldwijd staat het ook enorm goed aangeschreven. Ja, Strijp S is daar zeg maar het hart van. Ik wil eerst een beetje de ruimte in me opnemen. En dan ga ik vanuit daar eens kijken wat ik ermee doe. Ik wil eigenlijk vooral gewoon lekker daar genieten. Hier werken en daar genieten. En ja, als je in zo'n creatieve omgeving zit, dan denk ik dat het alleen maar ten goede kan komen aan waar we nu mee bezig zijn. Ja, als je de keuze hebt hier in Eindhoven, waar wil je gaan wonen, dan zou ik eigenlijk nergens anders willen wonen.